Hallo kijkers van Shine Sprite, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de allereerste speelronde van dit seizoen. En gaan we de volgende wedstrijden voorspellen. De Johan Cruijffschaal werd 4-4 gelijk. En toen ging Feyenoord er naar penalties met de winst vandoor. FC Groningen NAC Breda werd 4-1. Feyenoord verloor in de eerste wedstrijd punten tegen Willem II. Dat werd 1-1. NEC tegen FC Twente werd 1-2. Almere tegen AZ werd 0-1. PSV, RKC werd 5-1. Sparta speelde 0-0 gelijk tegen Heracles. FC Utrecht won met 1-0 van PEC Zwolle. Go Ahead Eagles, Fortuna werd 0-2. En Ajax won met 1-0 van Heerenveen. Dan gaan we naar de ranglijst. PSV staat, net als vorig jaar het hele seizoen, bovenaan met 3 punten. Ook Groningen, Fortuna, Twente, AZ en Ajax en FC Utrecht hebben 3 punten. Feyenoord, Willem II, Heracles en Sparta hebben allemaal 1 punt. En de 7 clubs met 0 punten zijn NEC, Almere City, PEC Zwolle, Heerenveen, Go Ahead Eagles, NAC Breda en RKC. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. We hebben een koploper. Stan de Voetbalman staat bovenaan met 11 punten. Dan komt Thomas met 10 punten. Koen, Frederik en Jarno hebben 9 punten. Ruben staat samen met Rohan 6e met 8 punten. En op de 8e plaats staan 8 mensen. Dus als je graag wil weten waar jij staat, kan je dat zien in de beschrijving. Er staat bovenaan een linkje met de link naar de totale uitslagen. Dus dan weet je hoeveelste je staat. En de weekwinnaar is dan vanzelfsprekend Stan, want die staat ook eerste. Dan gaan we ook lekker beginnen met het voorspellen van Europese wedstrijden. We voorspellen namelijk voor morgen FC Twente Salzburg. En voor donderdag Ajax tegen Panathinaikos. En de wedstrijden in de Eredivisie die we gaan voorspellen zijn Fortuna Sittard Almere, Heerenveen tegen FC Utrecht, FC Twente ontvangt Sparta, AZ speelt de eerste thuiswedstrijd tegen NEC, RKC ontvangt FC Groningen, Heracles moet het opnemen tegen PSV, PEC Zwolle ontvangt Feyenoord, Willem II thuis in Tilburg tegen Go Ahead Eagles en NAC Breda ontvangt Ajax. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag volgende week. Adios, amigos.